Prachtig. Ik heb de foto vanmorgen gezien in de krant. Ik kon helaas gisteren niet erbij zijn, maar het deed me heel goed dat dit eigenlijk weer gebeurde. Ik had het voorrecht om een aantal jaar geleden daar het boek over te mogen maken. Dus vandaar dat ik natuurlijk nog wel iets weet. Maar wat je dan ziet is hoe snel de wereld veranderd is. Vroeger de cavalerie met de paarden, dat waren meestal boerenjongens, want die konden paardrijden. En officieren, ja, die waren allemaal van adel. Dat is ook van zo'n traditie. Voor de oorlog had je inderdaad veel huzaren hier in deze stad. Ze trouwden ook vaak met Deventermeisjes. Want menig Deventermeisje dacht, oei, als ik zo'n huzaar met die mooie uniformen aan de haak kan slaan. Oei, geweldig, want dan kan ik er mooi mee zondags paraderen. En dan ging zo'n huzaar, die twee keer per dag te eten kreeg, 's avonds op bezoek bij zo'n dienstmeisje. En dan bewaarde zij het eten voor hem, want ze hadden altijd honger, die huzaren. En dan bewaarde zij de koude aardappels, de koude groenten, want ze mocht meestal de kachel niet aanmaken van mevrouw. En dan deed er een worteltje door, een appeltje erdoor. En dat mixte ze dan. Kijk, daar komt nou het woord huzarensalade vandaan. Voor 1847 waren die huzaren overal in de stad geplaatst, in oude kloosters, in oude gebouwen. Dat kon eigenlijk niet meer. En toen werd er besloten van, we gaan een nieuwe kazerne maken op de Houtmarkt. Prachtig gebouw. De hele omgeving, waar nu die drukke weg lopen en die grote kantoren. Ja, dat was allemaal oefenterrein voor de huzaren. Daar stonden stallen. Nog niet eens zo heel lang geleden zijn ze allemaal afgebroken. En daar werden dan de paarden verzorgd. En in Epse heb je nog de Huzarenlaan. Dus dan herinnert nog aan het feit dat de Deventer Huzaren via Epse naar Gossel gingen, waar ze dan oefenen op de Gosselse Hei. Daar werden ook de officieren beëdigd. Kijk, gisteren hadden we natuurlijk een mooie beëdiging op het voorplein van de Boreelkazerne. Maar dat is, dat was voor de gewone jongens. Maar de huzaren werden vroeger, althans de officieren, altijd beëdigd op de Gosselse Hei. Gelukkig hebben wij een prachtige kazerne die nog niet gesloopt is, zoals vele kazernes. Daar is ook straks weer mooi het heerlijke gastronomische treffen, waar al die restaurants in Deventer zich ook weer gaan vestigen in een weekend. Ja, en een mooiere plek kun je volgens mij niet hebben dan in die Boreelkazerne.